De Chinese bezetting van Tibet duurt inmiddels 50 jaar. De Olympische Spelen in Beijing hebben erin weinig verandering gebracht. Er zijn meer orde van schrijnend onrecht. Darfur, Birma, Zimbabwe, Noord-Korea, de Gazastrook. Boeddhistisch gezien is het lijden in deze orde ons lijden. Maar wat kunnen we doen? Ik bespreek de problematiek van de humanitaire interventie met Christa Meindersma. Ze kent enkele brandhaarden uit eigen ervaring en houdt zich bezig met vraagstukken van vrede en veiligheid. Cedric Rijngaard, bestuurslid van het Nederlands Juristencomité Mensenrechten. En Gelijn Molier. Hij is gepromoveerd op de rechtmatigheid van humanitaire interventie. Welkom, meneer Molier, mevrouw Meindersma en meneer Rijngaard. Meneer Molier, zou u in één of twee zinnen kunnen zeggen waar u zich mee bezighoudt op het gebied van humanitaire interventie? Ja, u gaf het net al aan, ik ben dus gepromoveerd op de vraag of humanitaire interventies onder internationaal recht juridisch zijn toegestaan. Daar heb ik dus 2003 een proefschrift over geschreven en sindsdien een aantal artikelen over geschreven. En nou, steeds de ontwikkelingen blijven volgen. En ook op het onderwijs besteed ik er ook uitdrukkelijk aandacht aan. Schrijf studenten papers erover, et cetera. Mevrouw Meindersma? Bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, waar ik werk, kijken we vooral naar hoe interventies er in de praktijk uitzien. Hoe militairen samenwerken of kunnen werken met bijvoorbeeld burgers. Wat de inzet is van aan de ene kant defensie, aan de andere kant diplomatie, aan de andere kant ontwikkelingssamenwerking. Maar ook naar bijvoorbeeld hoe je in moeilijke situaties als Darfur, ondanks alle politieke moeilijkheden, daar toch als internationale gemeenschap bij kunt dragen aan een stukje verbetering van de situatie voor de mensen daar. Meneer Rijngaard. Ik zit hier namens het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. En dat is een juristenclub die ervoor zorgt dat Nederlandse mensenrechtenverplichtingen nakomt, zowel op binnenlands niveau als op internationaal niveau. Een humanitaire interventie is natuurlijk een aspect van onze inspanningen naar de Nederlandse regering toe op internationaal niveau. Onderzoeksmatig ook mij voornamelijk bezig met de vervolging van de internationale misdaden die de basis vormen voor een humanitaire interventie. Volgens het boeddhisme ben ik verantwoordelijk voor het onrecht in de wereld. Meneer Rijngaard, voelt u zich verantwoordelijk? Ik voel me wel verantwoordelijk, ja, zeker. Mevrouw Meindersma? Niet alleen verantwoordelijk, maar ook betrokken. Betrokken bij alles wat er in de wereld gebeurt, wat er om ons heen gebeurt. Wij dragen daarvoor individuele verantwoordelijkheid. Maar ook als staat en als gemeenschap dragen we daarvoor verantwoordelijkheid. Meneer Molier? Dat vind ik een moeilijke vraag. Echt verantwoordelijk voelen. Dat is natuurlijk ook moeilijk wat er in andere landen gebeurt. Maar ja, je probeert toch je steentje bij te dragen. En ik ben natuurlijk theoreticus, ik zit op de universiteit. Dus ik draag er niet actief aan mee, zoals Christa. En jij ook meer wat actiever. Maar je hoopt dan dat je stukken erover en dingen aan de aandacht brengen, dat dat misschien in die zin helpt. Het gaat over humanitaire interventie. En meneer Rijngaard, zou u kunnen uitleggen en ook wat concrete voorbeelden wellicht kunnen noemen over wat humanitaire interventie nou eigenlijk is? Ja, humanitaire interventie is eigenlijk een concept dat op dit moment in de doctrine wat voorbijgestreefd is. Men spreekt tegenwoordig steeds meer over de beschermingsverantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. Als je het woord interventie hoort, dan heb je meteen zo dat militaire aspect. En iedereen denkt dan natuurlijk aan Kosovo, is een heel goed voorbeeld van de NAVO-troepen die dan ingrepen in Kosovo op unilaterale wijze. Er zijn andere voorbeelden, multilaterale interventies voor humanitaire doeleinden, bijvoorbeeld in Somalië. In brede zin, humanitaire interventie, kan je ook wijzen op preventieve inspanningen die bijvoorbeeld geleverd werden in Kenia. De electorale geweld daar, die is dan toch voorkomen door de internationale gemeenschap. En dat is ook een humanitaire interventie. Zij het meer op diplomatieke wijze dan met de wapens. Mag ik daar even op reageren? Ik heb er toch altijd wat moeite mee als men verwijst naar een beetje wat het schoolvoorbeeld geworden is van humanitaire interventie, Kosovo. Ik werkte in Kosovo op het moment dat de bombardementen eraan zaten te komen. En de situatie op de grond is daar inderdaad gebruikt als een reden om een zogenaamde humanitaire interventie te plegen. Maar als je kijkt
naar wat een humanitaire interventie is. Dat het moet gaan om een situatie waar alle diplomatieke middelen uitgeput zijn. Waar de bedreigingen op de grond zo ernstig zijn dat, dat je eigenlijk moet ingrijpen. Dat het ingrijpen ook proportioneel heeft en dat het ook zin heeft en dat het ook zijn doel dient. En als je kijkt dat daar een bombardementencampagne van 78 dagen heeft plaatsgevonden, die op zo'n manier werd uitgevoerd dat er van heel hoog werd gebombardeerd, met clusterbommen is gebombardeerd, op doelen waar ook burgers rondomheen wonen, waardoor het gevaar voor burgers ook groter werd, is gebombardeerd. Hoe langer die campagne duurde, hoe meer eigenlijk de schade aan burgers toenam. En, meest belangrijke, de redengeving voor die campagne was, omdat er een campagne aan de gang zou zijn van etnische zuivering. Maar eigenlijk volgde die campagne van etnische zuiveringen. En die vluchtelingenstromen van zo'n miljoen mensen volgden als wraakactie op de bombardementen van de NAVO. En ik heb er dus toch moeite mee om dat steeds te blijven gebruiken als een schoolvoorbeeld van humanitaire interventie. Want de NAVO had daar zeker zelf ook hele andere redenen voor. Om daar graag actief betrokken te willen zijn. Nou, dat is heel interessant wat mevrouw Meinsma zegt. Want je ziet dus dat als je weer naar juridisch aspect kijkt. Het is als argument is voor het humanitaire catastrofe en dergelijke, maar deze Kosovo-interventie is toen in de Veiligheidsraad een algemene vergadering voorgelegd. Kofi Annan heeft ook toen gezegd van, we hebben Rwanda gehad, daar is niet ingegrepen, dat was verkeerd. Nu hebben we Kosovo, daar is wel ingegrepen, maar zonder toestemming van de Veiligheidsraad. Leden van de algemene vergadering, wat vinden jullie hiervan? En een ruime meerderheid van de leden van de algemene vergadering heeft gezegd dat ze tegen dit soort interventies waren op juridische gronden. Ze hebben gezegd, Kosovo was in strijd, dus de NAVO-bombardementen waren in strijd met het VN-handvest, strijd met het geweldverbod, strijd met internationaal recht. Zelfs ook de westerse staten voor een deel die deelnamen aan die bombardementen. Dus blijkbaar is toch het gevoel dat we juridisch daar niet aan moeten. En het grappige is, wat Cédric zegt, dat dus na die Kosovo-interventie en die debatten in de Algemene Vergadering en Veiligheidsraad, toen duidelijk werd dat een meerderheid eigenlijk toch niet wil dat er een recht, een juridisch recht op humanitaire interventie is, dat toen dat rapport kwam over die responsibility to protect, eigenlijk een soort nieuwe term werd geïntroduceerd, omdat de term humanitaire interventie eigenlijk politiek niet meer goed lag. En met name de zwakkere ontwikkelingslanden, dus politiek en militair zwakke landen, bang waren dat die doctrine van humanitaire interventie om oneigen reden door de westerse staten misbruikt zou worden. Toen kwamen ze met die responsibility to protect, een veel ruimere term, die dus niet alleen het militaire aspect is, en zoals hij ook correct zei, ook de responsibility to prevent inhoudt, to react en to rebuild. Dus het is een veel ruimer concept. En ook een soort anders kijken naar soevereiniteit. Dus de staat is primair verantwoordelijk voor zijn eigen bevolking. Maar die verantwoordelijkheid geldt niet alleen ten opzichte van de bevolking, maar ook ten opzichte van de internationale gemeenschap. Schendt hij dus de mensenrechten van zijn eigen bevolking, dan schendt hij als het ware ook een verplichting jegens de internationale gemeenschap, die dan in plaats van die staat eventueel eerst met vreedzame middelen, maar als uiterste redmiddel ook militair zou mogen optreden. Wat is nou precies de basis waarop wordt op een gegeven moment overgegaan tot humanitaire interventie? Of? Dat is de bedreiging van internationale vrede en veiligheid. Dat is wat men dan artikel 39 noemt. Op zich is dat ook wel nieuw. Dat is pas sinds de jaren 90 dat de internationale gemeenschap gaat ingrijpen voor dergelijke humanitaire zaken. Vroeger moest het echt gaan om een interstatelijke bedreiging, twee staten tegenover elkaar. En nu gaat het eigenlijk om wat men dan noemt een burgeroorlog bijvoorbeeld. Dus dat was sinds jaren 90 zo. Dus dat is wel nieuw. Maar het concept responsibility to protect is, en Gelijn zegt dat ook, juridisch gezien is dat oude wijn nieuwe zakken, heb jij gezegd. En daar ben ik het volledig mee eens. Het is een soort retorisch concept om de internationale gemeenschap te wijzen op de plicht om met name ten aanzien van de vier zwaarste misdaden te gaan ingrijpen. Wat niet wil zeggen dat we niet moeten ingrijpen voor andere ernstige schendingen van de mensen. Wat zijn de vier zwaarste misdaden? Oorlogsmisdaden, misdaad tegen de mensheid, genocide en wat men etnische zuivering noemt. Maar dat is eigenlijk, etnische zuivering is een aspect van de andere drie misdaden. Dat zijn de zeer ernstige misdaden. Dus als die worden overtreden, dan is er basis zeg maar, om op een gegeven moment tot humanitaire interventie over te gaan. Ja, zo zou je kunnen zeggen, ja. Maar nog weer met toestemming van die Veiligheidsraad. Ja, en de Veiligheidsraad is ook breder. Want de Veiligheidsraad gaat niet alleen over humanitaire interventie. Die term bestaat als zodanig niet juridisch als basis voor het optreden van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad kijkt of een situatie, onder het artikel wat net genoemd is, of een situatie, een bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid. Nou,
allerlei situaties kunnen volgens de Veiligheidsraad zo'n bedreiging zijn. Maar je ziet dat die besluitvorming in de Veiligheidsraad is normaliter niet empirisch. Die is niet principieel, die is politiek. Het is een politiek orgaan met een politieke besluitvorming die voornamelijk toch gedragen wordt in de praktijk door de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad. Die daarin een veto hebben. Bijvoorbeeld Rusland, China, de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland. Dus die kunnen elk besluit tegenhouden. En je zag dat in het geval van Kosovo. Je ziet het in het geval van Darfur. Dat natuurlijk besluitvorming om in te grijpen tegengehouden wordt door de Veiligheidsraad. En dan met name die landen, Rusland en China, die eigenlijk tegen ingrijpen zijn in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat. Waarom? Omdat ze natuurlijk hun eigen situaties hebben. China met name ook op principiële gronden zegt, dat is geen buitenlandse politiek die wij willen voeren. Vallen, dus begin jaren 90 zijn dus heel veel resoluties opeens aangenomen waarin men wel tot besluit van kwam, die dus niet door China of Rusland werden gevetoed. En dat was zo opmerkelijk. En men dacht van, nou, nu zijn we eigenlijk af van die ideologische tegenstellingen. En toen kwam 9-11. En Kosovo ook eigenlijk. Kosovo dus zonder toestemming. En 9-11 van, het is nu opeens de veiligheid van de staten die weer belangrijk zijn. Je ziet het nu met Irak en Afghanistan. Hè. Dus al die troepen die daar zitten, West-Staten, Nederland, die kon niet eens een veldhospitaal leveren aan Darfur. Want dan moesten ze dat veldhospitaal ook militair beschermen. En daar hebben we geen mensen meer voor. Althans, die prioriteit leggen we daar niet. Maar omdat we in Afghanistan met zoveel groepen troepen zitten. Dus, en Afghanistan is natuurlijk weer een hele mengvorm. Want dan zeggen we, ja, het is een beetje onze veiligheid. Want als we daar niks doen, komen terroristen hier. Aan de andere kant moeten we ook, kunnen we die Afghanen niet in de steek laten. Want als we er helemaal in zijn gegaan, moeten we ook het land daar weder opbouwen. He, dus dat accent van mensenrechten beschermen is een beetje verplaatst naar, ja, de war on terror. We moeten dus in die landen waar terroristische netwerken zich nestelen, moeten we eigenlijk iets doen, want anders gaan ze straks ons bedreigen. Maar hoe, slecht voor de mensenrechten. Ja, dus. want hoe humanitair is humanitaire interventie dan eigenlijk? Dus politieke belangen spelen een grote rol, hè, hoort net. Economische belangen waarschijnlijk ook. Mevrouw Meijndersma. Nou, ik denk dat die term in zoverre misleidend is, dat een interventie gaat nooit alleen om mensenrechten. En misschien in de meeste gevallen is het gaat nooit het wel alleen, of is het eigenlijk helemaal niets? Nou, je zou dat bijna wel zo kunnen zeggen. Ik bedoel, er was misschien een beetje een soort wensdenken door bepaalde groepen, bepaalde landen misschien ook, ondersteund door bepaalde landen, dat je inderdaad zou interveneren in een situatie. Neem maar even Zimbabwe, is een verschrikkelijk goed voorbeeld eigenlijk. Waarom wordt er daar niet geïnterveneerd? Ja. Als je nou een goede situatie wil hebben waar eigenlijk de criteria, de checklist die je kunt hebben voor humanitaire interventie van toepassing zou zijn, nou, dan denk ik dat dat een goed voorbeeld is. Toch gebeurt daar niks. Dus het was een beetje wensdenken om te denken dat staten gaan interveneren om inderdaad te zorgen dat de mensenrechten die op grote schaal geschonden worden in een land, om die aan te gaan pakken. Nog naast de vraag of dat ook kan. En ik denk dat in veel gevallen gewoon strategisch politieke belangen uiteindelijk leiden tot de beslissing om te interveneren. En ziet eigenlijk bij elke interventie, denk ik, dat toch die politieke strategische motieven de hoofdrol spelen en niet de mensenrechten. Meneer Reingaard, ik denk de stabilisatie van Kosovo was natuurlijk een belangrijk politiek fenomeen dat daar ook een rol speelde. Humanitaire interventie is in die zin ook misleidend. En mevrouw Meijndersma, maar u wees daar ook op. Een interventie is niet noodzakelijk humanitair. Er kunnen allerlei schendingen van het oorlogsrecht gebeuren. Ja. En er werd ook aangevoerd dat dat inderdaad was. Zoals in Kosovo werd verder niet onderzocht door het Joegoslavië-tribunaal. Ik kan er ook vragen bij stellen. Waarom gaan zij dat niet onderzoeken? Maar gaan zij wel de schendingen onderzoeken van de tegenpartij? Ja, dat heb ik. Nou ja, sterker nog, volgend op de NAVO-interventie kwam natuurlijk de interventie van de Verenigde Naties, die daar het bestuur over. Ik zat daarbij. Ik ben geëvacueerd vanuit Kosovo naar Macedonië tijdens die 78 dagen bombardement. Ik heb daar toen een noodoperatie opgezet voor de VN. Maar ik ben ook op de eerste dag na de bombardement weer met de VN teruggegaan naar Kosovo om daar het bestuur, zeg maar, op te zetten, het VN-bestuur van Kosovo. Maar als je zag dat ook dat bestuur totaal onvoorbereid was op haar taak, geen idee had wat ze zouden moeten doen. We zaten daar met 20 burgers van de VN en 50.000 troepen van de NAVO. In een gebied waar het bestuur opgezet moest worden. Terwijl er om ons heen een burgeroorlog aan de gang was. Niet een oorlog tussen de Serven, het Servische leger wat zich teruggetrokken had, en de Kosovaren, de Albanese. Nee, het waren nu de Albanese, de strijders van het Albanese bevrijdingsleger, die wraak namen op de Serven. Er werden zo'n 100 Serven per week vermoord, verkracht.
en de VN en eigenlijk ook de NAVO stond erbij en keek ernaar. Het was verschrikkelijk wat er daar gebeurde aan geweld. En ook aan ja, dat geweld, en ook omdat het niet ingedamd werd, omdat wij niet bemachtigd waren om het op een goede manier in te dammen en tegen te houden, heeft dat natuurlijk ook een oplossing die verzoening teweeg had gebracht tussen die twee volken, tussen de Serven en de Albanese, tussen Servië als land en misschien Kosovo als land, in de weg gestaan. En daar is, ja, daar is de VN toch heel erg, ja, ik wil niet zeggen schuldig aan, maar wel in die zin bij betrokken geweest. En ook dat is natuurlijk iets waar je naar moet kijken. Ja, even op inhalen. Als je het hebt over humanitaire interventie. Hoe moeilijk het is. Als we ergens gaan ingrijpen, dat heeft die Responsibility to Protect doctrine wel goed gezien. Ja, dan heb je eigenlijk ook een Responsibility to Rebuild. Je kan niet alleen zeggen, jongens, we gaan even het einde maken aan de ellende, gaan we weg. En dan laten we de mensen weer aan lot over. Maar dan is de vraag, ja, zijn we bereid die prijs te betalen? En als je ziet alleen Kosovo, zo'n klein gebiedje, al 50.000 hoor ik net, soldaten van de NAVO. Ja. Een hele civiele administratie. Hoe moet het in Congo, wat veel groter is? Hoe moet het in Darfur? Is nou een positief voorbeeld te noemen? Dus dat is niet het juridische aspect, het is dus eigenlijk het pragmatische aspect. Dat het zeg maar feitelijk bijna niet te doen is om dat voor lange termijn zo te houden. Tenzij je daar dus een soort democratische staat gaat bouwen. En die discussie speelt nu ook. Daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk dat we uiteindelijk best wel weten hoe het moet, alleen we doen het niet. Je ziet steeds dat we niet voorbereid zijn en ook eigenlijk ook niet bereid zijn qua menskracht, qua inzet, qua geld, qua echt onze betrokkenheid bij dat land om echt te zorgen dat het moment dat volgt op een vredesakkoord of het moment dat volgt op een bombardement of het omverwerpen van een Taliban of een Saddam Hussein, dat we op dat moment niet nagedacht hebben. We hebben geen plan over hoe we daar als internationale gemeenschap dat land gaan helpen om er weer bovenop te komen. Hoe ver we daarin gaan, wat onze doelen zijn, hoe we die doelen denken te bereiken. En je ziet keer op keer dat we dat toch weer doen. En jij zegt, is er geen goed voorbeeld te noemen? Dat is heel erg moeilijk om een goed voorbeeld te noemen. We hebben nou een peacebuilding commission binnen de Verenigde Naties die opgericht is precies die nou toch gedaan om dat te doen. Wel, men is natuurlijk die houden nog zich bezig met alle... Maar die houden zich bezig met alle landen die niet van belang zijn. Nee, theoretisch die hebben zich niet bezig gehouden met Afghanistan, niet met Irak, niet met Kosovo. Nee, want dat is nog pas recent opgericht. Ja, maar waar houden ze zich mee bezig? Met coördinerend. Niet helemaal eens met mevrouw Meijers. Ja? Als je nou naar Kosovo kijkt, als je ziet, daar is volgens mij, dat kon bijna niet meer in termen van mankracht, capaciteit en geld. En toch, natuurlijk, het gaat altijd van. Maar dan gelooft u in maakbaarheid. Maar kijk, als je nou naar andere situaties kijkt, als het voor Kosovo al met zoveel mensen en zoveel capaciteit moet, hoe moet het dan in godsnaam in Darfur of in de Congo? Het nog veel ingewikkeld en groter. Ik denk dat we te ambitieus zijn als internationale gemeenschap om te denken dat we dat kunnen doen. Ik denk dat Irak en Afghanistan laten zien dat het bijna niet te doen is. Ook al waren dat natuurlijk geen... Dat is een nog slechtere voorbeeld. Ik vind Kosovo ook redelijk goed uiteindelijk. In het begin is UNMIK er misschien niet in geslaagd om de Serviërs en Albanese elkaar te houden. Maar als je nou kijkt, het afgelopen jaar, onafhankelijkheid van Kosovo. En al bij al valt het toch nog wel mee. Qua spanningen tussen de Serviërs en... Mevrouw Mendes, het had anders en beter gekund. Want ik denk, een aantal dingen die gezegd worden over de doelen. Ik denk, als je de doelen wat realistischer stelt, als je de doelen wat kleiner maakt, als je het niet hebt bijvoorbeeld over democratie en misschien ook nog niet onmiddellijk over... Nee, de rechtsstaat is voor mij wel heel belangrijk. Ik denk de prioriteit in zo'n situatie vlak na een interventie of het omverwerpen van een regime is het opbouwen van een stukje law and order, een stukje rule of law. Bijvoorbeeld ook in Kosovo. Een politiemacht is van essentieel belang. Een rudimentair functionerend rechtssysteem. Want ik bedoel, op het moment dat je iemand oppakt, dan zul je ook iemand moeten kunnen verhoren. Je zult iemand moeten kunnen voorgeleiden. Hij zal ergens vastgehouden moeten kunnen worden onder humane omstandigheden. Als dat niet zo is, heb je onmiddellijk weer een breuk van vertrouwen met de bevolking. En het doorgaan van het politieke proces, zodat ook diegene... Wij hebben de neiging vanuit de internationale gemeenschap om bepaalde mensen te bestempelen als de vijand en anderen als de vriend. En dat bepaalt op een gegeven moment al het handelen wat wij loslaten op een situatie. Geval van Afghanistan. De Northern Alliance, waarin heel veel warlords en oude mensen die ook bloed aan hun handen hebben, zaten. Dat waren de vrienden, want die hadden de Amerikanen geholpen om de Taliban omver te werpen. De Taliban waren de vijanden. Een aantal dus
echt geen schone jongens. Zitten daar in het parlement, democratisch gelegitimeerd, is een enorm probleem nu voor de stabiliteit van het land. Terwijl de Taliban is niet een homogene groep die je in zijn geheel als de vijand af kan schilderen. Maar wij doen dat wel. Dus u zou zeggen, je zou met de Taliban moeten gaan praten. Nee, maar toen ik in Afghanistan was, anderhalf jaar geleden, toen zeiden die bevolking, die zei dat ook tegen ons. Die zegt, ja, maar waarom hebben jullie nou? We hebben zoveel last van de drugsbronnen. We hebben zoveel last van de warlord. We hebben zoveel last van corrupt bestuur. Dat zijn onze vijanden. Voor ons staat de Taliban eigenlijk op de vierde plaats. Maar jullie bestrijden alleen de Taliban en de rest bestrijd je niet. Ja, natuurlijk moeten we praten met de Taliban. Ja. Even naar een hele fundamentele vraag. Hè. Waarom wordt er bijvoorbeeld niet in Tibet ingegrepen? Omdat het geen... China? Veel te sterk land. Militaire grootmacht, economische grootmacht. Niemand... Kijk, het probleem met humanitaire interventies, als je al recht zou claimen, het is altijd discriminator. Want het kan alleen door een sterkere staat tegen een zwakkere worden uitgeoefend. En ja, China is een van de grootmachten. Dus de enige die dat zou kunnen doen... In de Veiligheidsraad is uitgesloten, want heeft China een vetorecht. Dus de enige die het zou doen zijn de Verenigde Staten met eventueel hulpgenoten. Maar dat gaan ze niet riskeren, want een van de factoren die we het ook gezegd is dat ja, de bedreiging voor de vrede moet niet groter worden dan dat die was. Dus als je zegt van mensenrechten schendingen duiden we aan als bedreiging van de vrede, maar we gaan ingrijpen waardoor er nog veel meer slachtoffers vallen dan dat er al zijn als gevolg van die mensenrechten schending. Ja, dan moet je het niet doen. Dat is ook een criterium. Ook een wereldoorlog. Ja, dat noemen ze reasonable prospects. Er moeten ook vooruitzichten zijn dat de situatie beter wordt dan dat die was. De Europese Unie kan echt een belangrijke rol spelen in die dialoog. En er is een regelmatig overlegforum, de EU-China Human Rights Dialogue. En daar kan het steeds aan de orde komen. Ja, het is een publiek geheim dat de Chinezen wel eens met slaande deuren vertrekken op die dialoog. Dus men... Of hem niet willen houden. Of hem niet willen houden. Ja, het is na een jaar geweest dat ze niet geweest zijn. Maar die blijft toch wel verder bestaan. Nu, wat humanitaire interventie betreft, ik denk dat in Tibet überhaupt niet aan de criteria is voldaan om te spreken van een humanitaire interventie. Het gaat niet om oorlogsmisdaden, genocide, misdaden tegen de mensheid of etnische zuivering. Er zijn misschien wel mensenrechten schendingen, maar je moet daar wel een onderscheid tussen maken. Nou, daar kun je over twisten, wat je nu zegt. Het spreekt toch niet van genocide? In het laatste rapport wordt niet de term genocide gebruikt, maar zeker wel de term grootschalige mensenrechten die een bedreiging vormen voor de identiteit van de Tibetanen. Je moet natuurlijk ook even in herinnering roepen dat ook de VN heeft de Tibetanen als volk erkend. Er zijn 3 resoluties aangenomen in de algemene vergadering waarin staat dat de Tibetanen het recht hebben op zelfbeschikking. Interne dus dat dit een situatie... Oh, dat kan intern zijn. Dat weet je, zelfbeschikking, dat kan natuurlijk leiden tot verschillende oplossingen. En de Dalai Lama is de eerste om te zeggen, geen onafhankelijkheid, maar autonomie. En nu ligt er echt een voorstel op tafel waarin hij ook uiteenzet wat dat dan voor de Tibetanen betekent. Dat is de eerste keer dat zo'n voorstel op tafel ligt. Ik denk, als je dan serieus als internationale gemeenschap iets wil doen, en ook iets wat uiteindelijk positief kan uitwerken voor China en Tibet. Want dat is natuurlijk ook precies wat de Dalai Lama altijd zegt. Het gaat om China en Tibet. Het gaat om de regio. Het gaat niet alleen om die 6 miljoen Tibetanen. Het gaat niet alleen om de persoon van de Dalai Lama. Dan is het veel zinniger om niet te praten over humanitaire interventie. Is Israël genoeg draagvlak internationaal gezien om een land als Tibet te helpen? Er is ontzettend... We hebben het over wil gehad. Hè? Is daar ondersteuning? Er is ontzettend weinig wil, politiek gezien. Er is ontzettend veel publieke steun, individuele steun voor de Dalai Lama, voor de Tibetanen. In de wereld, vooral in Amerika, Europa zie je dat natuurlijk. Maar dat vertaalt zich niet in politieke steun. Het vertaalt zich niet in echte, concrete politieke actie om iets te willen doen. En dat heeft alles te maken met China. Ja, men bewijst eigenlijk lippendienst aan de zaak van de Tibetanen, denk ik. Men alle grootmachten zijn voor de Tibetanen. Ja, en zeker en hier zie je dan dat ook mensenrechten als een excuus gebruikt worden. Het is een mensenrechten kwestie. Nou, uiteindelijk zijn de mensenrechten schendingen daar zijn natuurlijk een gevolg van het feit dat er geen politieke oplossing is. Dat er niet serieus onderhandeld wordt over het voorstel voor autonomie wat de Dalai Lama doet. En uiteindelijk, ja, denk ik, zeggen de cynici, de Chinezen wachten gewoon tot de Dalai Lama doodgaat en daarmee is het probleem over. Nou, ik denk dat dat niet helemaal zo is. Een eigen Panchen Lama die ze kunnen aanstellen. Natuurlijk, het zal toch doormodderen op een bepaalde manier. China zal nooit legitimiteit verwerven in Tibet, zolang de Dalai Lama die legitimiteit niet gegeven heeft. En hij is ook de enige die dat kan geven. Ja. Daarom is het voorstel wat hij heeft voor autonomie eigenlijk zo ontzettend belangrijk. En het onderhandelen met hem voordat hij komt over. Even een andere vraag. Hè. Wat is nou mogelijk in landen zoals Zimbabwe, Burma, Tibet, Palestina, hè, wellicht. Wat is dan mogelijk als humanitaire interventie als zodanig niet mogelijk is? Wat kun je dan nog wel doen? Sancties. Alleen het probleem met economische dwangmaatregelen of sancties is dat
uit de literatuur blijkt, onderzoek blijkt, dat ze uiteindelijk vaak de bevolking heel erg treffen. Zoals en Zimbabwe bijvoorbeeld. Die kan nog bijna niet erg worden getroffen, want het is natuurlijk al verschrikkelijk voor de bevolking. Ja, men spreekt nu wel over smart sanctions. Smart sanctions, dat maar dan nog blijkt dat, dat die regimes... Nou, dat je alleen de regime treft. Ja, hè? Dus de, bijvoorbeeld bij Mugabe een reisverbod, bevriezen van financiële tegoeden van het hele politieke elite. Ja. Hè? Maar dan nog weten ze vaak via allerlei sluikse wegen toch weer financiële middelen te verzamelen en zo. En nou, bij Irak zag je het Saddam Hussein, die enorm had verdiend aan die voedsel voor olie programma. Dus het is allemaal heel moeilijk. Maar het blijkt dat economische sancties was altijd van, ja, moeten niet, wat net gezegd, niet altijd maar militaire interventie als tovermiddel, sancties. Maar dat blijkt dus dat sancties... Dat werkt niet helemaal. Dus. Nee, Irak was het rampzalig. Maar wat werkt wel? Nou ja, diplomatieke... Praten. Ja, en toch druk. Ja. Druk, economische druk op een bepaalde manier misschien. Dus toch de worst en de stok verhaal. Ik denk dat je veel onafhankelijke onderhandelaars nodig hebt. Van de Verenigde Naties. Er zijn twee belangrijke vertegenwoordigers nu. Degene, de vertegenwoordiger van de secretaris-generaal ter voorkoming van de genocide. En er is ook een vertegenwoordiger voor de responsibility to protect. Dus humanitaire interventie. Dat zijn mensen die net aangesteld zijn eigenlijk. En die kunnen eigenlijk als een heel belangrijke go-between fungeren voor de internationale gemeenschap. Hè. Gaan praten met een regime in Soedan, in Zimbabwe. Want dat blijft natuurlijk een beetje soft misschien. Het is geen militaire interventie, maar het is het opbouwen van trust. Ja, je zult naar het regionale plaatje moeten kijken. De dynamiek die daar speelt en wie dan de beste persoon of organisatie kan zijn om te onderhandelen, hangt heel erg af van welk land je het over hebt. Bijvoorbeeld in het geval nu van Afghanistan is Saoedi-Arabië betrokken bij het proberen onderhandelingen met de Taliban op gang te krijgen. In het geval van Darfur zie je dat de VN samenwerkt met de AU... om onderhandelingen van de grond te trekken. In het geval van Kosovo was het absoluut belangrijk dat de Amerikanen daar een zeer prominente rol in speelden. Nog even naar Tibet toe. Wat zou daar een belangrijke factor kunnen zijn? Ik denk dat in het geval van Tibet de Amerikanen zijn cruciaal om daar enige vooruitgang in te krijgen. Het is natuurlijk aan de ene kant hoopgevend dat Hillary Clinton nu gezegd heeft van Tibet, Taiwan en een aantal andere dingen staan op de agenda. Ze heeft er ook wel aan toegevoegd tijdens haar natuurlijk recente bezoek aan China dat mensenrechten niet met name over economie, stabiliteit en economie in de weg mogen staan. Maar de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice heeft toch altijd de responsibility to protect hoog in het vaandel gevoerd. En met name ook ten aanzien van Afrika. In Afrika hebben we altijd het probleem gehad dat de staten elkaar beschermden. Dat merken we in Zimbabwe heel goed, merken we in Darfur ook heel goed. Dus daar moet wel een mentaliteitswijziging gebeuren. Nog één laatste vraag, want we gaan het langzaam afronden. Mevrouw Meijnersma, u bent ook boeddhist. Boeddhisme predikt geweldloosheid. Hoe zou een boeddhistische interventie eruit zien? Kijk, ik denk dat vanuit boeddhistisch perspectief dat het niet zo is dat geweldloosheid absoluut is. En ik denk als je kijkt naar bijvoorbeeld verhalen van de Boeddha, dat er ook wel voorbeelden te vinden zijn dat er op een gegeven moment toch geweld wordt gebruikt op een zeer precieze manier. Maar je zou één man mogen doden als die... Nou, daar zijn natuurlijk voorbeelden van. Ook in de verhalen rond de Boeddha één iemand gedood wordt omdat daarmee het doden van heel veel en ook waardevolle anderen voorkomen wordt. Dus het idee dat je vanuit boeddhistisch perspectief nooit geweld zou kunnen gebruiken, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk wel dat je dan, als je kijkt naar de criteria voor interventie, dat dan vooral het echt uitputten van de diplomatieke middelen heel erg belangrijk wordt. En dat je een veel holistischer benadering, een veel holistischer analyse maakt van hoe de situatie in elkaar zit. Waarbij je dus zeg maar de rechten en vooral dan het recht op leven van iedereen meeneemt. En niet zozeer de situatie indeelt in de vijand en de vriend als twee absolute gegevens die eigenlijk onveranderlijk zijn. Zo komen we tot de kijkersvraag. Volgens het boeddhisme is het lijden in orde van schrijnend onrecht ons lijden. Wat kunnen we doen om dit lijden te verminderen? U kunt uw antwoord op onze kijkersvraag mailen naar info@boeddhistischeomroep.nl, waarbij u boeddhistisch met dubbel D en een H moet schrijven. De drie meest originele antwoorden kunnen een humanitaire prijs tegemoet zien. Christa Meijnersma, Cedric Reingaard en Gerlijn Molier, heel hartelijk dank voor jullie medewerking in het rondetafelgesprek. U bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.
Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.